Mats Heuntjes, NAC heeft nog punten nodig. Het zou denk ik voor iedereen binnen en rondom de club fijn zijn als dat vrijdag tegen FC Groningen kan gebeuren. Ja, klopt wat je zegt. We hebben nog zeker punten nodig. En het liefst vrijdag tegen Groningen uit. Is dat kwijt te klaren daar in Groningen, denk je, voor NAC? Ik zou niet weten waarom niet. Nou ja, als we naar de laatste wedstrijden kijken, loopt het niet echt heel erg lekker. Nee, precies. Maar het hoeft ook niet lekker te lopen om te kunnen winnen. Nee, maar dat werd de laatste tijd ook niet gedaan. Al 8 wedstrijden niet. Ja, daar heb je gelijk in. Dus we moeten zorgen dat we voor het resultaat gaan. En de laatste 3 wedstrijden maakt het niet uit toe. En het liefst wel tegen Groningen dat we weer een punt pakken. Is dat beseffen dat het 5-12 is voor NAC? Misschien wel 1-12? Ja, ik denk het wel. Is goed. Zou je erbij, Mats, of word je afgeleid? Ja, ik word er afgeleid door bepaalde medespelers. Ja. Maar goed, het is nou serieus. Hè? Ik bedoel, NAC staat natuurlijk in een positie waar het niet wil staan. En er moeten gewoon punten komen. Dus ja, de vraag die luidde. Is de mogelijkheid daar? Ja, zeg jij. Hoe kan het beter? Hoe gaat het lukken? Nou, hoe het gaat lukken? Ik denk dat we sowieso als groep bij elkaar moeten blijven. Hoe moeilijk dat ook is, als het minder loopt, dan komen er toch verwijten naar elkaar toe en dat soort dingen. Maar ik denk dat het belangrijk is als team blijven staan, want daar zijn wij niks sterk om. En daarom winnen wij veel wedstrijden dit seizoen. Dus dat moeten we sowieso niet verliezen en dan moet het sowieso wel goed gaan komen met ons. Ja, als je geen punten pakt, dan komt de kritiek vanzelf. Hè. Mensen zeggen vaak van NAC speelt in de meeste wedstrijden te verdedigend. Hebben ze daar een punt? Ja, enigszins wel, want er staan toch. De trainer bepaalt wie speelt en hij denkt dat hij daarmee het beste resultaat kan halen. Dus of dat te verdedigend is of te. Als hij één poppetje misschien van is, misschien weer te aanvallend en dan hoor je eens daarover van. Ze worden overlopen daar en daar. Dus altijd de keuze van de trainer. En een winnende trainer heeft natuurlijk altijd gelijk. Dus het is nu jammer dat we een aantal keren slechte resultaten hebben gehad, maar ik ben ervan overtuigd dat. Dat wij erin blijven en dat wij een goede resultaat kunnen halen de laatste 3 wedstrijden. Maar heb jij een verklaring waarom nou NAC in deze positie zit, verkeerd? De verklaring is dat we gewoon bepaalde wedstrijden te makkelijk hebben weggegeven, denk ik. Als je van Utrecht thuis die 3 punten gewoon binnensleept, dan ziet het al heel anders uit. En als je van Go Ahead Eagles niet verliest in de laatste paar minuten, dan ziet het er heel anders uit. En dan sta je denk ik 12e of 11e en dan, wat ik zeg, al 3 keer, dan ziet het er anders uit. En nu is het gewoon kloot op dit moment en we moeten gewoon zorgen dat we dat zo snel mogelijk vandaan gaan en het liefst vrijdag gaan. Ja, jullie aanvoerder en keeper Jelte Rouwelaar had afgelopen weekend nogal wat kritiek op de ploeg. Hij zei, de beleving is er niet echt, voorgaan, de instelling is niet helemaal oké. Okay. Kan je vinden in zijn woorden? Ja, of het kan me vinden in zijn woorden, enigszins wel natuurlijk, want we moeten gewoon beseffen dat het hele belangrijke potten zijn. En tegen Twente was het denk ik iets te gemakzuchtig dat we het wel deelden met die nederlaag. En die wedstrijd daarvoor tegen Go Ahead Eagles vond ik wel dat we gewoon goed strijd leverden en dat soort dingen. Dus met name de laatste wedstrijd tegen Twente, dan had hij daar wel enigszins gelijk in. Maar voor de rest wil iedereen er natuurlijk altijd voor gaan, dus daar zal het zeker niet aan liggen. Ja, soms lijkt het ook hè, dat er niet alles gegeven wordt en lukt het gewoon niet. Maar hij zei het wel heel erg stellig. Ja, precies. Maar ik denk dat het ook in zijn emotie misschien was. En, dus wat je zegt, het lijkt misschien niet. Maar ik denk dat iedereen wel stinkend zijn beste voor doet om een resultaat te halen. Dus, Mag hij dat zeggen of zijn jullie dan boos na afloop? Nou, waarom boos? Als hij dat wil zeggen, dan zegt hij dat toch? Ja, nee, dat klopt. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen zich aangevoelen worden, zich aangesproken voelen. Ja, als jij je aangevallen voelt, dan moet je misschien bij jezelf zoeken en, of met die alle uitspreken. En, ik heb mijn eigen niet aangevallen gevoelen, dus als andere mensen dat wel doen, dan moeten ze dat misschien uitspreken. We zijn kerels genoeg om daarover uit te spreken natuurlijk. Zou het ook een slimmigheidje van Terraula kunnen zijn om jullie voor die laatste 3 wedstrijden gewoon helemaal op scherp te krijgen? Ja, tuurlijk. Hij is oud en wijs genoeg. Hij is onze aanvoerder, dus misschien wel, ja. Ik denk het wel. Ga jij spelen, denk je, tegen Groningen? Dat weet ik niet. We hebben vandaag getraind, dadelijk weer een training. Dus morgen voorbespreken. Dan gaan we zien welke poppetjes de trainer neerzet. Ja, de laatste wedstrijden sta jij niet in de basis. Je bent je plaatsje kwijt. Je begint de laatste tijd op de bank. Heb jij daar moeite mee? Ja, tuurlijk heb je er moeite mee. Ik bedoel, je wilt spelen. En,
Vooral als het iets minder gaat, dan denk ik toch van, ik wil iets brengen voor het elftal en voor mezelf en voor de trainer. En dat is wel balen als je niet speelt. Maar dan moet je niet schuldig gaan kijken naar andere mensen. Eerst bij jezelf en gewoon zorgen dat je stinkende best doet om weer terug in de basis te komen. En vooral in deze tijd moet je niet als torenzender gaan fungeren natuurlijk.